Focus Pilatus. Was, ik wou dat ik een tovenaar was. Vandaag gaan we lekker toveren. Dus heb jij ook een toverstafje? Dan mag je hem even pakken. Dan gaan we lekker beginnen met een toverwarming-up. Daar gaan we. Verschijnt er op een regendag een mooie zon die naar je lacht en iedereen heeft toverkracht. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren met een mooie glimlach of een lief gebaar. Hocus pocus, iedereen kan toveren. En die is van? Bertus en Jaapie. Van Bertus en Jaapie. En Bertus en Jaapie, die hebben zelfs een echte toverspreuk. En die gaan ze ons leren bij het volgende dansje. Yes, want ze zeggen maak een hele mooie boog. Dan doe je met je toverstaf een hele mooie boog. Dan hou je je toverstaf heel erg hoog. En draai een keertje in het rond. En spring 3 keer op de grond. Doen we 1, 2, 3. En dan? En ze zingen dan, hey yo, hey yo. En dan ga je uitstappen. Hey yo, hey yo. Dan zeggen ze la 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 la. Noem we. La 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 la. Dan zingen ze shoobidoobidoo. Shoobidoobidoo. En dan na 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 na. Ja, en dan moet je gewoon lekker zo. Na 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 na. Dan gaan we en. Na 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 na. Heel goed. Maar er zit ook nog een klein dansje bij. Dan ga je met je toverstaf draaien omhoog. En met je andere hand. En dan zwaai je van links naar rechts. Dan mag je een stapje naar voren doen. En dan doe je je toverstaf in de lucht. En dan stap je weer terug. Daarna doe je nog een keertje met je toverstaf omhoog. En met je andere hand. En nu maak je een mooi gebaar. Dan draai je een rondje.
Dan klap je in je handen, want dan zeggen ze de toverspreuk is klaar. Dus dan blaas je de toverspreuk zo naar voren. Helemaal goed, dan wordt het op de muziek. We doen op de muziek. We toveren even de muziek. Hocus pocus vast, daar binnen gaat de muziek. Kom maar stampen op je bek. Maar als wij met ons
1, 2, 3, 4. Dan kwamen de circuspaarden. Circuspaardjes. En die hebben altijd van die hele mooie hoge benen. Kunnen jullie dat ook? Kijk, als je van de zijkant kijkt, zo je voet bij je knie en een rechte knie. En ze kunnen natuurlijk ook bij springen. Dus je mag door de hele kamer als een circuspaardje met hele hoge knieën. En als we dan weer ons toverstafje boven ons hoofd doen, doen we weer een dansje met de vier tellen. Nou, wat hebben we dan nog meer? Een slijmmonster. En die kunnen jullie wel toch zo lekker helemaal slijmen, slijmen, slijmen. En dan kwam er nog een konijntje met van die schattige konijnenoortjes. En dan als allerlaatste, dan krijgen we een soort van foutje door het toveren. Dan heb je een hoofd van een robot. Dus je kan allemaal dit soort bewegingen maken. De knieën van het circuspaardje. Armen als een slijmmonster. Lukt het toch? Met je hoofd. Oh, slijmarmen. Dan kwam er ook nog een konijntje bij. Nou, dat wordt het een heel ingewikkeld soort monsterbeestje. Maak er maar wat geks van. We gaan het op de muziek doen. Point and flex. Point and flex. Heel goed.
Point. En flex. Point. Oké, dan doen we een vierkantje. Doen we eerst point. Draai uit. Flex. En weer dichter. Een beetje sneller. Point. Uit. Nog een keer. En de andere kant op. Dan doe je het eerst zo uit. Point. En weer dicht. En flex een ietsje sneller. Point. En omhoog. En om de beurt. Je ene voet. En je andere voet. En misschien kunnen je armen dan zo mee. En een beetje sneller. Hij is namelijk heel leuk. Als de muziek strakjes aangaat, mag je dansen voor jezelf.
kan ook. Maar als de muziek uitgaat, dan gaan we alles ondersteboven doen. En de eerste ondersteboven is een hele mooie kaars maken. Dan ga je zitten op de grond. En nou, dan gaan we naar achter rollen met je benen in de lucht, je handen onder je billen en dan ben je helemaal een kaars. Goed zo. En misschien kan je het ook wel met één been of met je andere been. En als je even omvalt, nou, dan doe je het gewoon nog een keertje, want het is best een lange stop strakjes. Dus dan heb je een hele lange kaars. Als de muziek dan weer aangaat, ga je natuurlijk weer lekker verder dansen. En gaat de muziek dan weer uit, ja, dan ga je met je handen op de grond, ook ondersteboven. En dan doe je je benen omhoog en dan mag je een beetje springen. Dus dan doe je je andere been ook omhoog. Dus je probeert echt helemaal ondersteboven te staan. Oeh, daar krijg ik het wel heel warm van. En de laatste, die is een beetje grappig. Dan gaan we gewoon naar elkaar zwaaien. Onder je boordje door, ondersteboven. Joehoe! Nou, ik ga de muziek aan doen. Ik ben benieuwd, kan muziek ook ondersteboven, denken jullie? Waar ze nu naartoe is, maar ik dacht, zullen we lekker even iets een beetje ondeugends doen? We gaan lekker alles vies maken met verf. Pak maar zo'n grote kom met je armen en daar gaan we een kleurtje verf in doen. En je mag zelf kiezen welke kleur verf. Misschien wel rood of geel of groen of misschien doe je gele verf met paarse stippen. Daar gaan we. 1, 2, 3. Doe je bakje maar helemaal vol met verf. Psst. Oh, nog een beetje meer. Oh, het kan nog wel een beetje bij hoor. Psst. Supergoed zeg. Oké,
Wat we nu gaan doen met die emmer met verf, die gaan we lekker op de grond gooien. In de woonkamer. En ik doe het hier lekker op de balletschool, oké? Sst, daar gaan we. 1, 2, 3. Wow! Overal zitten klodders verf. Weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker erin rollen. En ik ga mezelf lekker vies maken. Gaan jullie ook lekker vies maken? Daar gaan we hoor. Ook hier ligt lekker een beetje verf. Lekker mijn gezicht. Oh, en echt lekker hier zo mijn elleboog. Ja! En met mijn billen. Zo, lekker in de verf. Oh, lekker zeg. Alles onder de verf. Alles onder de verf. Hoe is het bij jullie? Zijn jullie ook lekker vies? Heel goed. En weet je wat je kan doen? Als je helemaal onder de verf zit, dan kun je stempelen. Met je hand bijvoorbeeld. Als je hand helemaal goed in de verf zit, dan kun je stempelen. Bijvoorbeeld op de tafel. Of op de muur. Of op de kaars. Of misschien wel op een stoel. Of ergens anders waar je kan stempelen. Wat we gaan doen, we gaan 4 keer stempelen met je hand. We gaan 4 keer stempelen met je neus. Dan doe je gewoon stempel met je neus. Dan gaan we stempelen met je elleboog. En als laatste gaan we stempelen met onze billen. Zijn we klaar voor? Op de muziek. Strakjes terugkomt en jullie papa of jullie mama, dan hebben we alles ondersteboven getoverd en we hebben alles vies gemaakt. Oh, was er maar een echte tovenaar die ons kon helpen om alles weer normaal te toveren. Misschien moeten we het even aan juf Bo vragen. Oh, ik zie juf Bo daar al. Ze zit te bellen met iemand. Oh, natuurlijk, ik weet het al. Wisten jullie dat ook al? Want de vader van juf Bo is een echte tovenaar. Juf Bo! Juf Bo! Ja. Ja, dat zei je inderdaad, pap. Ja, maar ik luister toch ook nog wel niet zo goed. Juf Bo! Ja, sorry, maar dat had je inderdaad gezegd. Juf Bo! Ja? We hebben een probleem. We hebben alles vies gemaakt. We hebben alles ondersteboven getoverd. Ja, en als strakjes de ouders weer terugkomen, ja, dan kunnen we natuurlijk niet zo de dansles eindigen. Maar ik heb met mijn vader gebeld en die heeft een oplossing. Hij zegt, jullie moeten gewoon het dansje doen van mijn vader is een tovenaar. Zie je, ik zei het toch, juffrouw Bona's vader is een tovenaar. Dus we doen allemaal juffrouw Bona en dan komt alles weer goed. Ik denk het ook. Ja, ik leg de telefoon weg en doe de muziek aan. Ja, kom maar zitten op de grond. Nu.
is op en wind, wie neemt me mee? Mijn vader is een tovenaar, zegt dit huis is raar, waar. Ja, tovenaar, het is raar, het is raar, het is raar. Hij heeft het ook aan mij geleerd, maar soms gaat het wel eens verkeerd. En gaat het niet zoals ik wil, dan doe ik het. En alles staat stil. Het vlieg is niet zo simpel. Toch? Vond het leuk dat je mee hebt gedaan en dan zeggen we tot de volgende.